Marlene, para-atleet van het jaar. Wat was dit voor jaar voor jou? Ja, natuurlijk een geweldig jaar met dingen die boven verwachting van mij gebeurden. Maar ja, het was ook een jaar om dingen uit te proberen en dat hebben we eigenlijk gedaan. De dingen boven verwachting. 2 gouden medailles op DK, 2 wereldrecords, zilver bij het verspringen. Veel beter kon het niet. Nou, daar ben ik niet met je eens. Ik heb nog eens zilver medaille, dus dat moet ook nog een gouden kunnen worden. En ja, weet je, dit is pas het eerste jaar dat het muntje echt gevallen is. Dus ik denk gewoon dat er echt nog wel meer in zit. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar ja, ik denk dat het nog wel meer kan. Maar ja, gouden medaille is natuurlijk wel het hoogste. Maar ja, nu is het EK, volgend jaar is het WK. Dus. En die nieuwe dingen die je uit hebt geprobeerd, wat voor dingen zijn dat? Nou, ik ben gaan zwemmen en ik ben gaan fietsen. En we hebben gewoon gefocust op meer algemene fitheid. Waardoor je gewoon je trainingen beter kan. En waardoor eigenlijk jezelf ook beter wordt. Ook gewoon mentale fitheid uiteraard. Dus ja, dat heeft gewoon goed gewerkt. En inderdaad, je zegt al volgend jaar een WK. Wat zijn de uitdagingen op weg daar naartoe? Blijven nieuwe dingen proberen en blijven zoeken naar nog betere mogelijkheden voor jouzelf. Ja, iedereen is natuurlijk anders, dus je moet voor jezelf heel goed zoeken. En ik weet nu dat ik op de goede weg ben, maar ik weet ook dat ik er nog niet ben. En die titel para-atleet van het jaar, is dat dan erkenning voor het feit dat je op de goede weg bent? Zeker, ja, het is erkenning voor je prestaties en je prestaties laten zien dat je op de goede weg bent. Dus ja, het is wel een hele fijne erkenning voor mijn keuzes van het afgelopen jaar.